Komt er dan toch schot, dames en heren, in het Oosterweel-project? Oftewel de Antwerpse Lange Wapper, het grootste en duurste Vlaamse bouwproject ooit. Zo pas heeft de Vlaamse regering de nieuwe studie toegewezen aan AROEP, een gerenommeerd internationaal bureau. En dat zal tegen februari alle alternatieven onderzoeken, zeg maar viaduct of tunnel. Of het zou moeten zijn dat de bankencrisis ook nog roet in het eten gooit. Er zijn immers minstens 2 miljard euro nodig. En welke bank, dat zei minister Van Mechelen nog net, welke bank kan of wil deze dagen zo'n bedrag op tafel leggen? Al 10 jaar worden er plannen gemaakt en begrotingen opgesteld om de zogenaamde Oosterweelverbinding tot stand te brengen. Ze zou Antwerpen van een boel verkeerselende moeten afhelpen. Een brug bleek te moeilijk. De lokale en Vlaamse overheden kozen dan maar voor een viaduct. Iedereen die daar tegen was, vanwege het milieu of te duur, werd niet serieus genomen. Maar het verzet nam toe en de Vlaamse regering zag zich genoodzaakt een nieuwe studie te bestellen, waarin ook het alternatief van een tunnel bekeken wordt. De tegenstanders zaten en zitten dus niet stil. En ze laten vanavond onder meer zien hoe het anders kan en wel door Panorama mee te nemen naar Madrid. Viaduct of tunnel, het Oosterweel of Lange Wapper verhaal is er een van ambitie, uit de pan reizende kosten en nogal knullig management. Een reportage van Wim van den Einde, Aart de Zitter en Mark de Visser. Het is een van de grootste missing links in het Vlaamse wegennet, de sluiting van de ring rond Antwerpen. De Oosterweelverbinding moet de dagelijkse files op de ring helpen oplossen. Meer dan 10 jaar geleden is de beslissing genomen om de ring te sluiten. In oktober 1998 wordt het gewestplan gewijzigd. Wat later rijdt de eerste tram van het nieuwe Antwerpse masterplan. Minister van Mobiliteit Steve Stevaart is opgetogen. Dit is eigenlijk de start van het masterplan Antwerpen. Masterplan Antwerpen is een project van ongeveer 70 miljard. Maar 10 jaar later, in juni 2008, verklaart minister-president Chris Peeters dat er een nieuw onderzoek komt naar het juiste tracé voor de Oosterweelverbinding. Wij willen absolute zekerheid. Dit project is zo belangrijk. We staan dus na 10 jaar weer bij het begin. Ter vergelijking, tussen Denemarken en Zweden ligt ook een brug-tunnelconstructie. De beslissing over dit project is genomen in 1991. 9 jaar later, in 2000, reden er auto's over de brug. En ook bij het Franse viaduct van Millau, het hoogste ter wereld, lag er ongeveer 10 jaar tussen de principesbeslissing en de voltooiing van de werken. Bij ons is er na 10 jaar een filmpje, een maquette. Er is bijna 100 miljoen euro uitgegeven aan studies en er is vooral veel onduidelijkheid. Kent u de Lange Wapper? De brug, toekomstige brug over de Schelde. Ja, de brug over de Schelde. Nee, het is niet over de Schelde, hè? Ik weet dat het een brug is, ja, dat over de brug gaat, maar voor de rest weet ik er eigenlijk niet veel van. Fek die brug. Heel de boel in Antwerpen gewoon naar de kloten. Oh. En dan ben je gerust op zitten, hè? Oh. Alles gaat er aan de kloten, hier in Antwerpen. Oh. Hier is toen mijn brug. Oh. De bouwheer van de brug is de Vlaamse regering. Met minister Krevits, openbare werken en leefmilieu, minister Van Mechelen, ruimtelijke ordening en begroting en minister Van Bremt, mobiliteit. Je moet de publieke opinie wel mee hebben. En op dat tweede vlak mag ik wel zeggen dat er gefaald geweest is. Ik denk dat het een stuk gebrek aan informatie en communicatie is. De communicatie is een heikel punt, moet je heel goed verzorgen. Politiek moet je dat doen, maar ook de PAM heeft heel uitdrukkelijk die opdracht en heeft daarin gefaald. In 1996 is Camille Paulus gouverneur van de provincie Antwerpen. Hij ziet het verkeersinfarct in Antwerpen groeien en neemt het voortouw voor de sluiting van de ring. Het hele project is eigenlijk het resultaat van een oproep die ik gedaan heb in een toespraak in 1996. Ik die pleitte voor een oplossing van de mobiliteitsproblemen in Antwerpen, omdat die oplossing noodzakelijk is, mijn zinziens, om de economische toekomst van Antwerpen te verzekeren. De gouverneur vraagt aan ingenieurs voorstellen om de ring te sluiten. 6 tracés worden onderzocht. Het eerste tracé voorziet een brug over de Schelde.
Wij zijn de enige grote havenstad ter wereld die niet prat kan gaan op een prachtige brug over de Schelde. En ik moet u zeggen, eerlijkheidshalve, dat ik ook wel heel graag een brug over de Schelde zou gezien hebben als oplossing voor de nieuwe Scheldeovergang. Precies omwille van die reden dat het toch wel mooi zou zijn van een mooie brug te hebben over de Schelde. Jammer, maar helaas. Een brug over de Schelde kan niet, omdat grote schepen er niet onderdoor zouden kunnen. En alle andere tracés voorzien enkel tunnels, hier in streepjeslijn weergegeven. Maar dan wordt een zevende tracé toegevoegd, met toch een brug. De brug loopt nu niet over de Schelde, maar over de stad, meer bepaald over het eilandje, dat is het oude havengebied ten noorden van Antwerpen, tot aan het viaduct van Merksem. De Lange Wapper is geboren. Een grootse, imposante viaduct moet het worden, waar men van ver naar zal komen kijken. Dit zal het nu uiteindelijk worden. Dit is toch wel iets waarmee Antwerpen op de wereldkaart gaat komen. Bovendien, de brug die tot stand komt, is een echte landmark voor Antwerpen. En dat was toch de wens, niet alleen van de stad, maar ook van mij als gouverneur. René Daniels is op dat moment stadsbouwmeester in Antwerpen. Hij vindt een viaduct geen goed idee. Ook al kan de Wapper op zichzelf een heel mooie landmark worden voor Antwerpen, dan is toch die hele onderzijde niet eenvoudig om daar dan op een goede manier mee om te gaan. Hij zweeft als het ware over de stad heen en het vormt wel degelijk een barrière. Daniels wil liever een tunnel onder het eilandje. Nou, ik ben een keer dus met de schepen van de haven naar de gouverneur geweest. En wij hebben toen gesproken over mogelijke alternatieven. Maar daar is juist net gezegd van, wacht nou even, wij hebben nu nog even daar geen tijd voor. Om daar goed serieus naar te kijken, dat komt later. Alleen dat moment is daarna nooit meer gekomen. Dus dat is dan toch wel heel erg spijtig. In het jaar 2000 organiseert de gouverneur twee grote vergaderingen in het provinciehuis. Een Staten-Generaal, zo heet die vergadering. Alle betrokkenen zijn er. Mensen van de stad, van de haven, bewoners, natuurverenigingen. De bedoeling van de Staten-Generaal was de mensen informeren. En ervoor zorgen dat als men opteren zou voor een bepaalde oplossing, dat daar een groot maatschappelijk draagvlak zou voor zijn. Maar volgens sommigen is er op de Staten-Generaal geen plaats voor inspraak. Nicolas Saverijs, zwaargewicht binnen de Antwerpse havengemeenschap, is aanwezig op de vergaderingen. Er zijn twee vergaderingen georganiseerd waar men ons het project is komen presenteren. Waar dat men op dat moment ook nog zei dat effectief het project nog kon veranderen en dat men in feite naar onze input kwam vragen. We hebben die input gegeven, maar daar is nooit geen rekening mee gehouden geweest. Men heeft ons op dat moment dat project op een looppasje getoond. Wij waren geen voorstander van het huidige project. En allemaal die kritieken zijn gewoon onder de mat weggestoken geweest. Dus de beslissing was genomen? Dat is heel sterk het gevoel die wij hadden, ja. Na de mensen op een degelijke manier geïnformeerd te hebben en na iedereen de kans gegeven te hebben te reageren, wilde men weten, goed, wat was de sfeer die daar heerste? Was het een sfeer van enthousiasme? Was het een sfeer van gelatenheid? Was het vooral een kritische sfeer die daar heerste? En ik kan u verzekeren dat dat geenszins het geval was, want dat ik dacht persoonlijk, wanneer men mij gelast heeft met de opdracht om zo'n Staten-Generaal bijeen te roepen en die voort te zetten, dat die opdracht een stuk moeilijker en delicater zou geweest zijn dan het uiteindelijk in de werkelijkheid is gebleken. Vanaf dat moment is de keuze dus gebetoneerd, met officieel toch een breed maatschappelijk draagvlak. Het is de tijd van paars. De stad wordt geleid door Leona de Tiège, de Vlaamse regering door Patrick de Waal. In december keurt de Vlaamse regering het project goed. De kostprijs van de Oosterweelverbinding wordt geschat op een 20 miljard Belgische frank of 500 miljoen euro. In 2008 moet ze klaar zijn. Het licht springt dus op groen. In 2001 wordt de tijdelijke vereniging SAM opgericht. Dat zijn de drie grootste ingenieursbureaus van ons land om het studiewerk te doen.
En een jaar later ziet de BAM het licht, een overheidsbedrijf dat wordt opgericht voor de uitvoering van het project. Dit bedrijf wordt bevolkt met mensen uit administratie en kabinetten en is politiek samengesteld. Er zitten weinig mensen met ervaring in zaken grote bouwprojecten. De Oosterweelverbinding moet de grootste PPS of publiek-private samenwerking ooit worden, waarbij de privé-aannemer 1/5 van het budget moet aanbrengen. En het project zal grotendeels met tolgelden worden terugverdiend. Projecten voor de foto, hè? Ja. Er wordt nu ook gesproken van een alternatief, dat is namelijk een tunnel. We staan dat zouden we volgens mij nog een beter initiatief geven. Tunnelen, ze hebben de Kennedy gelezen, ze hebben de Lieve Zoekel. We staan en volgens mij een tunnel, dat zijn nog... Maar die bruggen, dat zou het enigste aan verantwoorden natuurlijk. De maquette is al schoon, hè? Als ze nu van die maquettefoto's maken, dan is er al feitelijk. Antwerpen begint in 2003 aan de heraanleg van de Ring en van de Leien. Het visa-schandaal breekt uit. De helft van het schepencollege treedt af. Patrick Janssens neemt de fakkel over van Leona de Tiège. Het Antwerpse stadsbestuur blijft jarenlang opvallend stil in zaken Oosterweel. Er zijn wel mensen met bezwaren, zoals blijkt uit een brief van havenschepen Leo Delweide, maar de kritiek wordt intern gesmoord. Antwerpen wil vooral de honderden miljoenen euro's niet missen en permitteert zichzelf daarom geen kritiek. Wat zeker meespeelde in het toenmalige college in 2004 en later, is inderdaad de houding die men vaak Antwerpen aanmeet. Men is nooit tevreden. En men stelt dat altijd vragen bij projecten. Men zou blij moeten zijn dat er een project wordt gebouwd. En Antwerpen wou zeker niet, het toenmalig college, zeker niet als ondankbaar overkomen. En daarom was er reserve om vragen te stellen en bedenkingen te uiten. Dat is zo. Ook Nicolas Saverijs wordt onder druk gezet om zijn mond te houden. De Oosterweelverbinding hangt samen met talloze andere projecten in het masterplan. Zoals tramverlengingen, de groene singel en zo verder. En het is alles of niets, zo zegt men. Men heeft aan tal van andere projecten beginnen te linken met de ontsluiting hier van trafiek en vervoer rond Antwerpen en de Antwerpse haven. Projecten rond de lijn, projecten voor fietsers enzovoort. Om het veel groter te maken en dan te zeggen, ja maar nu kunnen we niet meer achteruit. En indien dat we achteruit gaan, dan zullen jullie de schuldigen zijn dat wij gans het project vertragen met 2-3 jaar, et cetera. Dat noem ik pure chantage. In 2003 en 2004 zijn onze politici vooral bezig met verkiezingscampagnes. De CD&V komt weer aan de macht. Binnen de BAM zorgt dit voor een stoelendans. Nieuwe gezichten verschijnen. Bivina de Meester komt en brengt Jan van Rensbergen mee als nieuwe gedelegeerd bestuurder. Maar er wordt ook gewerkt. In stilte, want de BAM communiceert letterlijk niets over de werkzaamheden. In december 2004 bekrachtigt de Vlaamse regering onder leiding van Yves Le Terme het definitief tracé van de Oosterweelverbinding. De kostprijs is dan verdubbeld tot 1 miljard euro. De werken zullen klaar zijn in 2010. Ik heb er een aantal foto's van in de krant gezien en dan is dat wel indrukwekkend, vind ik. Maar echt, veel weet ik er niet over. Ik heb het eens op de tv gezien en ik vond het een schoon brug. Ik vind dat wel knap. Als je zo in Amerika ziet, allemaal met die bruggen. Maar of dat dan naar ver of nou, die alleen, dat weet ik. De BAM heeft eind 2004 een eerste maquette klaar. Die wordt eerst verborgen gehouden, maar na wat aandringen komt ze toch tevoorschijn. Op het schoonverdiep schrikken ze even van het enorme gevaarte dat eraan komt. Een viaduct bouwen over land is altijd een grotere uitdaging dan een brug over water, per definitie. Stedenbouwkundig is dat moeilijker in te plannen, moeilijker te tekenen. De vraag die toen gesteld werd is ook een ondergrondse verbinding mogelijk, betaalbaar. En per definitie is een ondergrondse verbinding veel makkelijker visueel stedenbouwkundig in te passen. De gouverneur wordt nerveus van al dat getwijfel. Typisch Antwerps, het is die aarzeling en dat niet consequent verder laten bewandelen van het pad dat men is ingeslagen, dat volgens mij tot de problemen heeft geleid waarmee we vandaag geconfronteerd worden. Maar het stadsbestuur mag toch nog één keer het tunnelalternatief laten onderzoeken.
Dat resulteert in de Horvat-studie naar de Rotterdamse professor Horvat. Die zegt dat een tunnel onder het eilandje technisch wel kan en geen veiligheidsprobleem veroorzaakt. Maar een tunnel zou 600 miljoen euro meer kosten. Te duur dus. De teerling lijkt nu definitief geworpen. Hebben ze u daar ooit over ingelicht, over die brug? Je bent de enige die er nu over begint. Ik heb dat wel eens gelezen en denk, oh, dat zal wel iets, het zal nodig zijn dat het er komt. Ja, maar voor de rest weet ik er ook niks van. Hè. Hebben ze jullie ooit uitgelegd waar die exact komt, die brug? Is dat daar niet? Nee, niet ja. Just? Daar zeggen ze maar nee. Ik heb er wel al eens aan gehoord, hè, waar dat, maar ik weet niet juist waar. Is er dan vanuit de stad nooit folders rondgestuurd? Niet dat ik weet. Ik heb toch niks... Ik ben wel van Marekse, maar het is niet ver van daar. Allee, waar is dan ons gaan zou komen, maar ik heb niks gehad. Nee. Het wordt gewoon beslist boven onze hoofden heen eigenlijk. En dat kan ik niet nemen. Echt niet. Zodanig dat dat pakweg... Maar een kleine groep Antwerpenaren, die zichzelf de Straten-Generaal noemt, bijt zich vast in het dossier. Ze werken alternatief uit. In september 2005 komen ze ermee naar buiten. Ze willen ook de ring sluiten, maar op een andere manier. Dus als we de ring bekijken vanuit het noorden, we hebben de A12 en de E19 die samenkomen, ze maken een bocht rond Antwerpen, ze gaan onder de Schelde, ter hoogte van de Kennedy-tunnel, om dan zo naar Linkeroever te gaan. Nu zegt Vlaanderen, we gaan een stukje omhoog, we gaan met een tunnel onder de Schelde richting Rechterhoever en dan gaan we een aansluiting maken met de ring ter hoogte van Merksem. Het vrachtverkeer die nu naar Antwerpen, Hasselt of Boom moet, die gaat de bocht maken, terugdraaien en zo richting Boom, Brussel en Hasselt naar onderen toe. Het gevolg is dat wat nu aan de Kennedy-tunnel een drukpunt is, in de toekomst aan het Sportpaleis een drukpunt is. Want hier komt allerlei verkeer samen die er eigenlijk niet hoeft te zijn. Wat zegt Straten-Generaal? Nee, verdeel toch niet in functie van met wat je rijdt, maar verdeel in functie van waar naartoe je rijdt. We gaan een verbinding maken die noordelijker ligt. Dus we maken een tunnel en dan een verbinding noordelijker richting Ekeren. En dit wordt de verkeerslijn voor het verkeer dat in zuidelijke en westelijke richting gaat. En het onmiddellijke gevolg is dat er hier ter hoogte van het Sportpaleis alleen nog het verkeer komt dat aan het Sportpaleis moet zijn. Wij bepleiten een tunnel. Zij willen een viaduct over land. Een ander tracé. Wij willen iets noordelijker door de haven, ver weg van de stad. En een ander tolscenario. Wij willen de Kennedy-tunnel openhouden voor vrachtverkeer, zodat tolbetalend vrachtverkeer voor zichzelf kan uitmaken wat voor hen de kortste route is om en doorheen Antwerpen. Hun alternatief lijkt voordelen te hebben in zaken luchtvervuiling, stedelijke ontwikkeling en natuurbehoud. Bovendien is het goed betaalbaar, zo beweren ze. Maar voor hun voorstel is geen interesse. Men heeft eigenlijk onmiddellijk vrij flagrant gezegd dat het nu te laat was. Tenminste dan toch vanuit de politieke hoek. De provincie-gouverneur die was danig in zijn wiek geschoten. Hij zei van dit is een spelletje, het ligt al 5 jaar vast. Alle neuzen waren in dezelfde richting en nu gaat men het debat terug openen. Wel, dat komt mijn zinziens, omdat er permanent mensen recht staan die twijfels hebben over de degelijkheid van dit project en twijfels hebben dat dit project wel degelijk het beste is, die dan een actiecomité vormen. Actiecomité dat misschien niet zo heel veel mensen omvat en waarvan ik mij afvraag wat ze eigenlijk echt vertegenwoordigen, of ze veel meer vertegenwoordigen dan zichzelf. De BAM werkt ondertussen verder en gaat onderhandelen met aannemers. Om gezonde concurrentie te creëren wordt er een wedstrijd georganiseerd. Maar die wedstrijd kent een nogal klungelig verloop. Er worden 4 kandidaten toegelaten. Grote kapitaalkrachtige groepen zijn het, zoals het Franse Bouygues, de groep Noriant rond aannemer Basics, Loro rond Van Laren en Bagraar de Nul, en tenslotte de groep Antwerpse bouwwerken Eiffage, die het viaduct van Mio heeft gebouwd. De 4 moeten een voorstel doen dat tegelijk mooi en goedkoop is. Maar in de eerste ronde, die 6 maanden duurt, vallen al 3 van de 4 kandidaten af. Bouygues stelt een tunnel voor en dat mag niet. Antwerpse bouwwerken wijkt ook af van de dubbeldeksviaduct van de BAM.
Wij zijn eigenlijk gaan beginnen zoeken naar, ja goed, hoe kunnen we beter doen, hoe kunnen we meer doen. Die zoektocht was ook ingegeven vanuit de studie van het bestek, die eigenlijk ons aanspoorde om toch inventief te gaan zijn, door verder te kijken, door vernieuwend te gaan optreden. Wij hebben dus onmiddellijk gezien dat vanuit die creativiteit een dubbeldeksbrug misschien niet de beste oplossing was. Een enkel deksviaduct zorgt voor een dunnere lijn in de skyline, is veiliger en goedkoper, zo is hun redenering. De BAM neemt kennis van hun keuze, maar doet er dan 4 maanden over om voor zichzelf uit te maken dat ook dat niet mag. Amper 2 maanden voor de deadline wordt het oorspronkelijk bestek gewijzigd, zodat een enkeldeksviaduct expliciet verboden wordt. Het ontwerp van toparchitect Norman Foster en ingenieur Michel Virlogeux mag in de vuilnisbak. Wij hebben hier met een fantastisch team gewerkt. We hebben daar een enorme kost tegenaan gegooid. Laten we zeggen, mensen als Foster en Virlogeux, die werken natuurlijk ook gratis. Je moet rekenen dat u dat ongeveer 0,5% kost van de contractwaarde. Als nu vandaag cijfers genoemd worden van 2 miljard euro, dan betekent dit 10 miljoen euro. 10 miljoen euro is uitgegeven door onze groep en is finaal tot niets geleid. Hè. Antwerpse Bouwwerken start een rechtszaak tegen de BAM. Er is voorlopig nog geen uitspraak. Op dat moment blijven er dus nog 2 over, Loro en Noriant. Die 2 moeten nu hun best and final offer doen, zoals dat heet. Daarbij moet de concurrentie volop spelen en moeten ze hun uiterste best doen om hun idee uit te werken tot een mooi en goedkoop eindvoorstel. Maar eerst moet de kwaliteitskamer nog haar oordeel geven. Dat is een groep architecten onder leiding van gouverneur Paulus. Vlaams bouwmeester Marcel Smets is ondervoorzitter. De groep vergelijkt de 2 projecten en het voorstel van Loro maakt weinig indruk. Het had vooral te maken met het feit dat het project dat wij te zien hebben gekregen nog een onvoldoende geïntegreerd, zeg maar landschappelijk, stedenbouwkundig project was. Dat het eigenlijk een brug was met een weg, een wegeninfrastructuur. Terwijl daartegenover het andere project heel erg zijn best heeft gedaan om een soort geïntegreerd landschappelijk project te zijn. Met dan een bijzonder fraai kunstwerk erbovenop. Bovendien vormt het viaduct van Loro met zijn 3 pijlers een te felle barrière. De stad Antwerpen moet naar het noorden kunnen uitbreiden. Wel, een van de grote verschillenpunten tussen het een en het ander was dat het project van Noriant zijn uiterste best deed door de implanting van de pilaren, door de hoogte enzovoorts, van die uitbreiding zoveel mogelijk open te houden. Terwijl het andere een project was dat veel meer een begrenzing ging vormen. Dat is toch een heel belangrijk element. Maar toch kan Loro winnen. Het reglement zegt dat het mooiste project 100 miljoen euro duurder mag zijn dan de andere. Als het voorstel van Loro dus meer dan 100 miljoen goedkoper is, dan wint het. Wisten jullie de prijskaartje? Nee. Jullie hadden daar geen idee van? Nee, dat was zelfs niet. Dat is nooit gecommuniceerd. Mm-hmm. Maar de architecten van de kwaliteitskamer nemen geen risico. De architectuur primeert voor hen. Loro krijgt een onvoldoende, wegens niet beantwoordend aan de minimumeisen in zaken architectuur en stedenbouw. De BAM volgt dit advies, ook Loro wordt dus simpelweg uit de wedstrijd gewipt. Noriant is de enige overblijvende kandidaat. Alle concurrentie is weg, nog voor de eindfase is begonnen. Dat heb ik, laten we zeggen, nog niet meegemaakt. Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik dat meemaak. Als er normaal op een aanbesteding maar 1 bieder is, dan durft men al een keer denken om de zaak opnieuw te gaan aanbesteden, wegens gebrek aan concurrentie. Ik zelf was altijd voorstander om met 2 groepen door te gaan naar de onderhandelingen. De Raad van Bestuur heeft beslist om met 1 groep door te gaan. Ja. Waarom wou u met 2 groepen doorgaan? Ja, omdat ik gewoon als minister van Begroting het altijd verstandiger vind om met 2 groepen door te gaan en wat dat betreft ook de competitie tot op het laatste moment laten spelen. De ontwerpers en architecten binnen de groep Noriant beweren dat ze vanaf dat moment quasi buitenspel gezet zijn. Een mooie uitwerking van het project is op dat moment niet belangrijk meer. Ze willen een interview geven, maar dat mag niet van de BAM. Maar kunnen de ontwerpers nu op dit moment in onze reportage niet hun visie geven? Nee, ik zou dat liever niet hebben. Juist omdat het delicaat is, omdat wij nog niet een finale
een finaal contract hebben. We zijn nog altijd aan het negociëren. Ik zou het liever, ik zeg het u eerlijk, ik zou het liever niet hebben. Minister Van Mechelen blokkeert de kostprijs in januari 2006 op 1,85 miljard euro. Maar dit zou een verdere prijsstijging niet kunnen tegenhouden. Staten-Generaal heeft ondertussen officieel bezwaar ingediend. Hun alternatief moet nu door de overheid in een milieueffectenrapport worden bekeken. In april 2007 is het rapport klaar. Maar volgens Staten-Generaal staat het vol fouten en slordigheden. Op een bepaald moment zeggen ze, een van onze op- en afritten loopt door het natuurreservaat De Kuifeend. Nu, als je dan op de kaart gaat kijken, dat natuurreservaat ligt 3 kilometer verwijderd van ons tracé. Dus het kleinste kind kan op dat moment zelf vaststellen van, hier is men met zijn petten naar aan het gooien. Meneer becijfert dat in het voorstel van Staten-Generaal dat men een decibel toename aan geluid zou hebben ter hoogte van Ekeren. Men vergeet daarbij te vermelden dat dit ook tot gevolg heeft dat men geen toename van 1,5 decibel zou hebben aan ter hoogte van het eilandje, zoals wordt vooropgesteld in hun dossier. En dan wordt er gequoteerd en dan krijgt Staten-Generaal een negatieve quotatie omdat er een geluidstoename is in Ekeren. Aan de Kennedy-tunnel is het onmogelijk om tolpoorten te installeren. Er is geen ruimte. Nu, wij hebben nooit bepleit dat er tolpoorten zouden komen. Wij zijn voor elektronische tolheffing. En de clue is dat voor hun eigen model, de Oosterweelverbinding, schrijven ze in hun eigen rapport dat ze op termijn elektronisch zullen tolheffen. Dus opnieuw appels en peren, zelf elektronische tolheffing en ons afrekenen op manuele tolheffing. Het tracé van Staten-Generaal krijgt een negatieve beoordeling op bijna alle vlakken. Maar Staten-Generaal stelt zich vragen bij het rapport. Het is opgemaakt door mensen van TV Sam met geld van de BAM. De BAM was hier dus volgens hen rechter en partij. Op het moment van het onderzoek van ons alternatief stond mevrouw Van Donik op de loonlijst van TV Sam. En TV Sam is dus het studiebureau van de BAM. Dus zij heeft tegelijkertijd het MER-rapport opgemaakt, het milieueffectenrapport, en heeft ook de stempel gegeven van dit is onafhankelijk gebeurd, terwijl dat ze zelf 2 petjes op had. Die mevrouw die het coördinator was in deze, stond op de lijst van de onafhankelijke coördinatoren. En er is ook nagezien, heel grondig nagezien, of de regels van de onafhankelijkheid gerespecteerd geworden zijn. En die zijn gerespecteerd. Ja. Dus maar wat mevrouw, dat betreft... Maar mevrouw Van Donink wordt betaald door TV Sam. Mevrouw, wel, ik ga mij daar nu over de directe relaties. Is er een onderzoek gebeurd? De Mercel, dus die het project begeleidt, heeft heel grondig onderzoek gedaan naar het al dan niet voldaan zijn van de onafhankelijkheidsvereisten. En hun conclusie was zeer duidelijk dat de onafhankelijkheidsvereisten gerespecteerd geweest zijn. Haar redenering is, uitgewerkt door de juridische dienst van haar ministerie, dat mevrouw Van Donink niet werkte voor TV Sam, maar voor een dochterbedrijf van TV Sam. En dus heeft zij niet onmiddellijke financiële belangen bij het project van de Lange Wapper. Dat klopt natuurlijk. Mevrouw Van Donink zou niet rijker worden of armer als die Lange Wapper duurder wordt of goedkoper. Haar belang is dat zij werkte voor TV Sam en dat ze als ze een alternatief zou als beter bevinden dan het eigen project, na al die jaren van voorbereidende studie, dat zij in een onmogelijke positie komt. Dat was haar belang. Ik weet er niet zoveel van, maar ik lees overal dat er niet voldoende onderzoek is verricht naar de effecten op lange termijn of zoiets. Dus ja, ik ben er niet echt een voorstander van. God, eerlijk gezegd, ik vind dat nog niet. Ik bestudeer. Ik hoor er veel, veel over vertellen. We moeten dat een beetje met de bevolking bespreken, vind ik. En alles goed kenbaar maken in plaats van misschien daar of misschien daar. Begin dit jaar stapt een zekere Wim van Hees in het strijdperk. In zijn eentje zal hij erin slagen een bom te leggen onder de Lange Wapper. Hij is 68 jaar, reclamemaker op rust en de ex-baas van Patrick Janssens. Ik heb 10 jaar niet gewerkt en ik heb altijd gezegd van ja, het zou kunnen dat ik nog ooit iets ga doen. Op 1 voorwaarde is dat het maatschappelijk relevant is. Wel, dit is maatschappelijk relevant. Dit is totaal relevant, vind ik. Van Hees verneemt van een bevriend arts dat de Lange Wapper de fijnstofconcentraties in het centrum van de stad zal doen stijgen.
Hij lanceert een website met de naam Ademloos. Zijn aanpak is die van een reclamemaker die een merk lanceert. Dat start met een logo en een kernidee. De strijd tegen het fijn stof. De fundamenten en de eerste verdieping is volksgezondheid. Ademloos moet mensen doen denken aan volksgezondheid in relatie tot Oosterweel. Nu, de centrale woorden daar rond zijn fijn stof. En dat is omdat de aantallen pleiten daarvoor. Er zijn in Europa jaarlijks 345.000 doden, vroegdoden, als gevolg van fijn stof. Dat zijn gigantische aantallen. Het tweede element van de campagne is het gebrek aan democratische besluitvorming, zo zegt hij. In 2000 is dit tracé vastgelegd, zoals het daar nu ligt. Dat is een politieke beslissing geweest. Er waren toen alleen maar voorstudies van 3 ingenieursbureaus. Toen heeft de politiek ingegrepen en gezegd, die discussies zijn allemaal voorbij. Vanaf nu wordt er alleen nog maar gesproken over dit tracé. En in plaats van dat het een brug over de Schelde was, heeft men de brug gedraaid, bij wijze van spreken. Het is een brug geworden over het eilandje. Nou, en daarna heeft men alles gedaan opdat men zou denken dat er een democratisch draagvlak daarvoor stond. Van Hees lanceert zijn campagne van achter de computer. Hij start een petitie voor spreekrecht in het parlement en voor een volksraadpleging. En hij slaagt waar de BAM al 6 jaar lang faalt. Hij bereikt de gewone Antwerpenaar. In april pakt Humo uit met een dossier over fijn stof. Daarin geeft Schepen van Kampenhout toe dat hij, indien hij had geweten wat hij nu weet, enkele jaren voordien anders had beslist. Burgemeester Janssens begaat een communicatieblunder van formaat. Mijn motto is walk and don't look back, zo verklaart hij in Humo. Hij lijkt hardnekkig te willen vasthouden aan de genomen beslissingen. Daarop is het hek van de Dam. Stef Camille Carles en Remo van het Groenewoud lanceren de Lange Wappersong. De Lange Wapper, daar komen vodden van. Talloze mensen nemen nu openlijk standpunt in tegen de Lange Wapper. Een brug is geen goede oplossing, want het is in feite, als men het goed bekijkt, een aanslag op verschillende vlakken. Naast het feit dat men de stadsontwikkeling voor een groot deel vermengt, zoals het hier ook zit, is het ook zo dat het een aanslag ook is op de volksgezondheid. Als je denkt over de ontwikkelingspotentie, de groei van Antwerpen voor de komende generaties, dan is dat logisch dat het in noordelijke richting zou kunnen gaan. Dat is ook aangegeven door professor Secchi, die het structuurplan heeft gemaakt. Juist daar komt die grote Lange Wapper, die een belangrijke barrière daarin zou kunnen spelen en eigenlijk de natuurlijke groei van de stad zou kunnen stoppen. We hebben nu al een probleem van overlast door fijn stof. Zo blijkt dat 46% van onze kindpatiëntjes al een puffer hebben moeten nemen tegen astma. Nu met de Lange Wapperbrug, wat dat in feite een autostrade betekent, los door de woonwijken of een brug boven scholen en woonwijken, gaat dat alleen nog maar verergeren. Het Sint-Jozef-instituut is een instelling met honderden gehandicapte kinderen die nu al gekneld ligt tussen de ring, de Noorderlaan en een stelplaats voor autobussen. De school krijgt nu ook nog de Lange Wapper vlak boven zijn hoofd. De kinderen gaan protesteren voor het stadhuis. De stemming in Antwerpen slaat volledig om, als een zweer die openbarst. Uit enquêtes blijkt dat amper een kwart van de mensen nog iets voelt voor de Lange Wapper. Ik heb wel een aantal zaken gehoord dat er heel veel verontreiniging zou zijn, zowel visueel als geluid, als luchtverontreiniging. Ik vind dat niet goed voor deze kant. Dat die gaat hier helemaal overspannen worden. Het is voor niks nieuws, het is meer lawaai, zeker. De kanten van Merksem en zo gaan we meer lawaai krijgen met de Lange Wapperbrug. Het is gewoon een brug, maar ik zou liever hebben een tunnel. Ik denk dat dat vlotter gaat gaan. Ik denk dat dat beter een tunnel kan worden. Ja. En de Vlaamse regering plooit. In juni moet BAM-voorzitter Fernand de Smijter opstappen. Crisismanager Karel Vink neemt het roer over. Diezelfde week komt minister-president Peters verklaren dat het project wordt stilgelegd en dat men opnieuw de mogelijke tracés gaat onderzoeken. Wij willen absolute zekerheid. Dit project is zo belangrijk dat we daar geen enkel twijfel en geen enkel risico willen overnemen. Oosterweel dus terug naar af. De bouwaanvraag is opnieuw uitgesteld,
Het alternatieve onderzoek moet tegen eind december worden afgerond. Uit een document dat de BAM in april dit jaar heeft opgestuurd naar Europa blijkt dat de geschatte kostprijs nog verder is opgelopen. 2,5 miljard voor de brugtunnelconstructie, maar samen met kosten voor onteigeningen, verzekeringen en zo verder staat het totaal op 3 miljard 55 miljoen euro. Dat is het eerste wat ik ervan hoor. Ik ken dat bedrag niet. Ik weet niet wie dat uitgesproken heeft of is dat de note van de Raad van Bestuur. Maar het document dat de BAM gestuurd heeft naar Europa in verband met de tolrichtlijn. Ja, we zijn altijd vertrokken van 1,850 miljard, geïndexeerd 2,5. Maximum. Ik weet niet wat de andere bedragen zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van BAM dan. Karel Vink zegt dat het document dateert van voor zijn aantreden en dat het een overschatting moet zijn van de kostprijs. Omdat dat niet het bedrag zal zijn van het project. Als we naar zo'n bedragen gaan, dan kunnen we dat niet ophalen met de tolheffingen en dan is het project in gevaar. Hoeveel het allemaal gaat kosten, blijft dus een goed bewaard geheim. Nochtans is transparantie het nieuwe motto. Want de oorzaak van alle problemen lag bij slechte communicatie. Wat ik weet, dat is dat het management van BAM eigenlijk de communicatie bijna in de kiem heeft gesmoord. En wat mij betreft heeft men daar echt een strategische flater gemaakt. Ik denk persoonlijk dat er een probleem was, een tamelijk zwaar probleem van communicatie naar de buitenwereld. En dus een van de belangrijkste zaken die we trouwens moeten doen samen hier is een beter maatschappelijk draagvlak creëren door het feit van een open en transparante communicatie. Ik denk persoonlijk gaan we opener zijn, gaan we transparanter zijn, gaan we ook met de Antwerpenaar, met de bevolking beter communiceren, zodanig dat hopelijk we toch een draagvlak kunnen realiseren, ja, om eigenlijk het project tot zijn goed einde te leiden. In zaken communicatie wordt de BAM al jaren geadviseerd door Groep C uit Hasselt, het bureau van Noël Slange. Groep C factureert pittige prijzen voor hun ondersteuning. Ze doen diepgaande research naar zaken zoals de psyche van de Antwerpenaar, economie en mobiliteit, inspraakmethodes. Ze maken persoverzichten en ze hebben daar blijkbaar ook veel briefpapier voor nodig. Voor een bedrag van €2.167. De heer Slange zelf vraagt €142 per uur voor zijn diensten. In totaal mocht Groep C jarenlang €900.000 per jaar factureren. Volgens Vlaams parlementslid Jan Peumans was dat weggegooid geld. Ik noem dat dus puur poenschepperij. Hè? Ik zou eigenlijk nog een ander woord willen gebruiken, maar ja, dat zal ik dus niet doen. Maar als jij jaarlijks €900.000 betaald krijgt om te zorgen dat, en dat is een woord wat veel misbruikt is geworden, om te zorgen dat er een maatschappelijk draagvlak is. Een maatschappelijk draagvlak wil ook zeggen dat een inwoner van Merksem en van ik weet niet waar overal ook weet waar het over gaat. Hè. En als je na zoveel jaren er niet in slaagt om daar iets van te bakken, ik vind dat het contract met de heer Slange dat er gewoon moet opgezegd worden. Maar Noël Slange zegt dat de BAM hun advies niet heeft opgevolgd. Het advies van de mensen van Groep C is altijd geweest communiceren, creëren op die manier maatschappelijk draagvlak. De mensen van Groep C blijven natuurlijk adviseurs en het zijn uiteindelijk het management dat gerechtigd is om zelf te beslissen wanneer en hoe zij communiceren. Daarnaast is het vreemd dat Slange, algemeen directeur van een regeringspartij, tegelijk mag factureren aan een overheidsbedrijf. Iemand die tussen haakjes directeur is bij de VLD, hè? En deze VLD zit ook in deze regering. Dat zo iemand tegelijkertijd ook nog een keer advies geeft voor een politieke partij en tegelijkertijd voor de BAM werkt. Ik vind dat deontologisch dat volgens mij dus gewoonweg niet kan. Noël is nu directeur bij onze partij en wordt daar ook betaald door de partij om dat te doen. En wordt daar behoorlijk voor betaald. Groep C werkt voor BAM en krijgt de vergoeding via BAM voor het werk dat zij presteren. Bij mijn weten wordt daar nogal wat man- en vrouwkracht ingezet om die communicatie te voeren en te stroomlijnen. Maar ja, goed, dat komt toe aan de Raad van Bestuur om daarover te oordelen. Ja, ik denk dat dat een eigenaardige situatie is, maar ik heb daar voor het ogenblik geen enkel probleem mee. In deze zin dat als werkelijk de twee criteria voldaan worden, hè, van de kostprijs en de kwaliteit, dan kunnen wij doorgaan, daar zie ik dan geen probleem mee. De jongens van de actiegroep Straten-Generaal zijn ondertussen op werkbezoek in de Spaanse hoofdstad Madrid.
Kent u het Calle Trenta-project in Madrid? Nee, toch niet. Kent u het Calle Trenta-project in Madrid? Nee. Calle Trenta is een ambitieus stadsvernieuwingsproject. In Madrid heeft men in 2004 beslist om een kwart van de kleine ring, de M30 of Calle Trenta, in te tunnelen. Meer dan 12 kilometer van de 40 ligt nu ondergronds. In een controlecentrum houden 600 camera's de tunnels in de gaten. Detectores, sensores, camera's, todos los equipos instalados en los túneles. Met de nieuwste boortechnologie zijn ruime tunnels met 3 rijvakken mogelijk. Met onderaan een rijbaan voor de hulpdiensten. The deepest point is under the park. Because you have the... There you have 65 meters. 65 meters? And as you can see, the tunnels are passing in a very populated area. Yes, yes. And there are several buildings, some tall buildings. Op goed 2 jaar was het hele project gerealiseerd. En de kostprijs blijkt beperkt. The price of both tunnels was about 800 million euros. Both together? Both together. Both together. So that is... Todo con instalaciones y todo, no? With all the installation, equipment, just the sound bypass. So that's 100 million euros for every kilometer? Really? Yeah, more or less. That's impressive. That's much less than we have calculated. Yeah. De eerste boring vond plaats onder het Kristallen Paleis om te testen of het geen schade veroorzaakte. Men is begonnen met het boren vlak ernaast, dus de boorkop zat nog niet diep. Verderop is die tot 60 meter diep, maar hier gaat die rakelings onder de fundamenten. En toch heeft men dit zonder enig accident kunnen verwezenlijken. En daarmee heeft men meteen ook aan de publieke opinie bewezen dat je eigenlijk gelijk waar in Madrid kan beginnen boren als je erin slaagt om zo'n oud 19e eeuws Kristallen Paleis ongehinderd te ondertunnelen. Dan kan het overal. Het resultaat van de werken zijn gigantische open ruimtes die vrijkomen in het stadscentrum. We zijn hier op de Avenue de Portugal. En eigenlijk staan we hier nu bovenop de autostrade 2x4 rijstrook. En je hoort wat je hoort, we horen niks. Ja. Wat we hier nu zien, in alle rust onder de grond, dat is een gigantisch klaverblad die de aantakking is tussen de bestaande ring, die ondergrond zit intussen, en de autostrade uit Portugal die ook ondergrond zit. En dat is een heel ingewikkeld kluwen om die overal op hun plaats te krijgen, ook omdat de rivier daar loopt. En toch is dat perfect gelukt. En blijkt ook dat de Madrilenen het heel zwaar gebruiken. Op sommige plekken op de ring zijn er nu 300.000 passagiers per dag. Dus men dacht hier ook van, gaan de mensen wel optimistisch zijn rond die tunnels? Blijkt geen enkel punt te zijn. En wat ik ook merkwaardig vind, is als je dan begint alles op te tellen, dat door al die ondertunneling, dat men ineens in het midden van de stad 1 miljoen vierkante meter heeft, die men gewoon zo ter beschikking kan stellen van zijn bewoners. Of er in Antwerpen een tunnel komt of een brug, is dus nog niet uitgemaakt. Het wordt op dit moment weer onderzocht. Ik denk ook mijn collega's in de regering, maar ik zal voor mezelf spreken. Deze studie, die zeer breed gaat, die nog eens alles goed op een rijtje moet zetten, die doen wij niet als een soort van window dressing. We doen die omdat we uitsluitsel willen hebben. Dus we doen die serieus. Maar kan men het roer nog omgooien? Denkt u dat als de Vlaamse regering zegt, we gaan een alternatievenonderzoek doen, dat is niet voor de show of voor de coulissen dat dat onderzoek bevolen wordt. Dat is een onderzoek dat ook serieus gevoerd wordt. Ik verwacht... Maar oké, we zullen zien, en ik ben open, ik sta open daarvoor, maar ik verwacht dat dit, laten we zeggen, in belangrijke mate een bevestiging zal zijn van het Oosterweelproject. Misschien mits kleinere aanpassingen, maar dat het fundamenteel het project zou veranderen, dat zou mij verwonderen. Als dat zou zijn, dan zitten we natuurlijk voor een gigantisch probleem. Zoals de planning nu is, wachten wij 3 maanden op de studie. Dan kan de bouwaanvraag ingediend worden, normaal neem ik aan, januari 2009. Ja, als dan de werken kunnen starten eind 2009, begin 2010, ja, dan heb je 4 jaar nodig. En dan zal het 2014 zijn, maar ook de brug van Millau heeft wat jaren geduurd.
Het studiewerk waarvan net sprake kan dus nu beginnen. Prijskaartje bijna 2,5 miljoen euro, onder meer omdat het zo snel moet gaan. Een serieuze, onafhankelijke studie, hoorde u de bewindslieden net zeggen. Een studie, zegt de baas van de BAM, Karel Vink, die toch vooral een bevestiging van de voorliggende plannen zou moeten opleveren. Dat is op zijn minst een nuanceverschil. Er is nog iets wat een staartje dreigt te krijgen, het zogenaamde communicatiecontract over Oosterweel. Bij groep C, met Noël Slangen aan het hoofd, wordt allang aangedrongen om alle documenten ter zake, om te beginnen het contract zelf, aan de bevoegde parlementaire commissie te bezorgen. Maar het contract komt maar niet boven water. Vlaams parlementvoorzitter Van der Poorten vindt dat een aanfluiting van het parlementaire controlerecht. Zij begint met vele andere mensen te denken dat dat contract niet eens bestaat. En dat er dus ook geen publieke aanbesteding is geweest, zoals nogthans wettelijk verplicht. Daarover is het laatste woord wellicht dus nog niet gezegd. We kijken nog vooruit naar volgende week. Two candidates emerge from this crucible. Just two totally implausible people. It is one of the great political stories that anyone has ever seen. Because it's so clear, so different, and two great men. McCain resurrected himself by hard work and courage at a time when everybody thought he was gone. Obama turned out to be very disciplined and designed a strategy which had a little bit of Barry Goldwater and a little bit of John F. Kennedy. He's smart enough to look into the future and gutsy enough to take it on. Very idealistic, very romantic, very symbolic, and very much charisma-driven. Obama has got inner toughness, the velvet glove around the steel fist. The choice between these two guys is, to a large extent, a choice between who can make sense of the world and who represents actual progress. Een van de boeiendste politieke verhalen ooit wordt het genoemd, omdat de kandidaten zo apart zijn. McCain, een republikein met de reputatie een dwarsligger te zijn in zijn partij. Obama, die de eerste Afro-Amerikaan zou zijn die het tot president brengt. Dat maakt van deze Amerikaanse verkiezingen inderdaad historische verkiezingen. Panorama onderzoekt wat er precies is gebeurd dat deze zo onwaarschijnlijke kandidaten het nu in de laatste rechte lijn tegen elkaar opnemen. Volgende zondag, amper 2 dagen voor de Amerikaanse verkiezingen. Goedenavond.